Hi allemaal, ik ben Jelena en ik ben er weer met een gloednieuwe aflevering van Q-Time. En zoals ik jullie iedere keer zeg, met je Q-Time kan je zoveel verschillende, verschillende dingen doen. Dus waarom niet je eigen um, pestcontrolebedrijfje starten? Nou, Lorenzo voor heeft dat gedaan, want hij is de eigenaar en oprichter van LV Pest Control. En hij gaat me daar alles over vertellen. En I trust this will be an interesting one. Money. So, Hi Elena. How are you? I'm fine. Yeah. Yeah. I'm not so much. Maar okay, man, you're better, Lena. That's my girl. Because i met wormy. Wormy yes. is ook with me. Ja, me Yeah. Good for you. <laughs> yeah. LV pest control. Vertel me even daar over. So, LV pest control is was eigenlijk een alleen idee van me om. Nee, het was een idee van me om uh, iets te doen met uh, het vangen van slangen, het bestrijden van bijen. Ik had ook al een achtergrond wat, bij, wat betreft pestcontrole. Mm -hmm. En ik vroeg me altijd af van, oké, okay, waarom um, doen bepaalde pestcontrolebedrijven bepaalde diensten niet? Dacht ik dacht van, oké, okay, dan nou moet ik misschien aanbevelen. Maar toen kreeg ik als advies van een, van een zekere heer dat van, hé... Hey, Waarom doe je het dan niet zelf om je eigen perscontrolebedrijf op te zetten en ook die diensten dan te bieden? Dus dan, vandaar dat het. En het is begonnen vanaf 2017, als ik me niet vergis. Ja. En in 2018 ben ik echt gestart om een beetje operationeel te zijn. En toen is het echt gaan lopen. Als... hoe hier van ons? Ja, ook goed hoor. Ik ga er Nee. Hey. Maar gewoon, je zegt je hebt de achtergrond in pestcontrole. Ja. En als ik, als ik aan pestcontrole denk ik aan kakkerlakken, dieren, ratten, muizen. Maar er gebeurt veel meer dan dat alleen. Uh, ja, um, ook misschien ja, dus alle uh, lopende en kruipende insecten, het bestrijden daarvan. Dus dat doe ik ook, maar ik heb gemerkt dat juist meer aan de kant van bijen en slangen ik vaker word gebeld. Ja, want uh, een paar keer heb ik op mijn tijdlijn langs zien gaan. Ja, Kleine slangen, grote slangen, ah, <laughs> alle slangen. Yeah. Want We weten wat pestcontrole zo'n beetje betekent. Yeah, Laten we gaan richting het, het, de slangen. Ja, hoe ben je, daar, ben je hoe ben je zo comfortabel geworden um, met uh, deze legless creatures? <laughs> <laughs> maar ik vro nee, ik heb mijn moeder een keer gevraagd, als ik al in mijn jongere jaren uh, ervan heel te zeggen ja. Ik hield ervan om met kikkers bezig te zijn, en dat soort beestjes. En toen, blijkbaar... Nee, be, omdat ik ook uh, brandweerman ben, mm -hmm. van beroep. En daar zijn we ook bezig soms af en toe met slangenvangsten. En daar heb ik gemerkt van, hé... Hey, ik, ik wil ze houden, ik wil ik zes, heb okay, om, Dat ik er een passie voor heb. <laughs> en toen heb ik <laughs> van zo'n hobby een werk van gemaakt. Okay. Want waar, omdat ik, je moet het zo zien van... De brandweer doet het ook, maar waar zit dan tekort dan? Spring ik in. Oké, okay. yes. waar zit je dan tekort schieten? Yeah. Wat is dat? Is... Um, sommige gevallen zijn eigenlijk op het erf, maar het is niet dregend. Bij de brandweer is het pas als het dregend is, dat het in je huis Wat is. Het is op mijn erf, het is, is, is al tresspasting? Um, en... Schutting erf nog net niet. Dus daarom doen we het dan wel eens. <laughs> dus maar even, even, even. Dus als ik nu binnen in mijn huis zit, yeah. this... achter het glas, yeah. en ik zie een slang op mijn schutting. Yeah. Is het niet dreigend? Nee, het is op mijn poort. Ja. Dus ik kan niet uit mijn huis? Ja, daar, daarvoor ben ik oh, ben daar ben een... er. Oh, dan ben jij er. Oh. Dan willen ze mee. Of Snake Patrol. Want ik ben ook een, een goede samenwerking met hen. Mm. Ja. Oké. Okay. Nee. <laughs> in mijn hart. Het is tot hier. Want ik dacht vanmorgen toen ik opstond. Ik dacht, ik dacht, ik heb al zes jaar deze broek in de kast. En ik dacht, wat oh, nee, ik dan mooi ah, dragen? Dacht, is de Maar ja, ik wil toch. Ik weet het gewoon want what is, the, what is it, uh, the biggest misconception that people have about snakes? Er zijn heel veel. Oké, okay, de top 5. <laughs> um, dat ze giftig zijn. Niet alle slangen zijn giftig. Vooral wurigslangen zijn, zijn helemaal niet giftig. Ik ben zelf ook een paar keer gebieden door wurigslangen. En het is gewoon spoelen, vegen en on to the next one. En ten tweede, dat men vaak zegt dat ze lopen met z'n tweeën. Dat is niet waar. Ze zeggen als waar die moeder is die kinderen zijn die moeder ook? Dat is bij een caiman. De oh. kinderen blijven bij hun okay. moeder. Maar bij slangen, het moment dat ze de eetjes heeft gelegd, is het ongeveer Dus het is eigenlijk best wel irresponsible ook. Klopt. Want ze uh. maken om en bij 20 tot 30 eieren. Dan moet je je voorstellen als die moeder zoveel eieren heeft gelegd. Of, ja. Waarbij je dan dat uit. In, in zo'n omgeving ze gaan, dan kan je kan je voorstellen hoeveel slangen er in zo'n uh, zo gebied zijn. En vandaar dat het uh, zo is dat um, men vraagt van waarom in een bepaald gebied zijn er alleen tapeetslangen of alleen boma's. Omdat ze veel eerder liggen. Maar oké, okay, dus dan blijven ze gewoon daar? Of je moet gewoon hopen dat een deel ze eigen weg is? Ja, nee, niet hopen. Ze zoeken hun eigen weg. Mm. Ja, en ze, ja, dan gaan ze groeien, want ze eten wat in de omgeving is. Dus ja, dat misconception van, van twee slangen en de ten derde, dat, <laughs> dat hoor ik vaak, dat als ik een slang heb weggehaald, dat het terug daar zal komen op dezelfde plek. Ik vraag me dan soms af van, hoe gaat het terugkomen als ik het misschien opnieuw weer heb gehaald en ik breng het in het bos naar, zeg maar, wat para of Borocopondo, diep in het bos, dan gaat het zo ver. Travelen om terug te komen Ik ja, vind je vindt altijd je weg naar huis terug. Nah. <laughs> ja, <laughs> nah. dus dat zijn Dat is de top drie misconceptions van dat men het mens. Oké. Okay. Nou, het is nu regenweer. Dus eigenlijk is het booming business voor jou? Best. Uh. En dat is soms een probleem. Want soms ben ik niet beschikbaar. Maar dan probeer ik toch, toch, dat werk toch uit te zetten. Of uh, te sturen. Verder door te sturen. Maar wat het regentijd is. En tijdens de regentijd zulke... Slangen. Dat Dat slange. uh -huh. slange houden juist niet van water. Dus waar hun woonomgeving omgeving wordt dan verzadigd door water. Dus dan zoeken ze naar droog of warme, warme plekken. En bij uh, anacondas of boomas, zo wordt het ook wel genoemd, hun zijn juist is, is het hun hun um, um, tijd, waarbij ze dan juist naar buiten komen om hun wave of een mannetje op te zoeken. Oké, okay. either way. <laughs> Slangen overal. Ja, slangen overal. Dus ja, ik, ik ga niet voor je liegen als ik zeg <laughs> dat ik kapot eng vind, wat er nu gebeurt. Maar ik ben blij dat jij zo kalm bent. ja ik zeg... en, Maar mis meestal zo om kalm te zijn, waarom? omdat um, ze voelen aan hoe als je um, druk bent, voelen ze het aan. Dus ze houden van kalm. Ja, als je kalm bent, dan ben je zo kalm. Vandaar dat ik dan. Dus mijn vraag van, ja, waarom trek je geen handschoenen aan, hangt er vanaf wat het geval is. Als het een gifslang is, sowieso, I, I will use caution. Maar als het een slang is, ga ik, het aan, ga ik het houden met mijn hand. Omdat ik weet van, als ik het pak, weet, kan ik aanvoelen hoe dat beest gaat reageren. Ja. Oké, okay. nou, we zijn blij met mensen zoals jou, Lorenzo. Echt ja. waar. Want ik zit nu hier en waarschijnlijk kijkt iemand nu ook en denkt van, hé, hey, als er nu een slang is op het erf of op de ja. buur of op de schutting, want de brandweer zegt, het is nog geen gevaar voor mij, ja. maar ik wil het niet daar hebben. Hoe of waar kunnen ze je vinden of bereiken? Um, op Facebook meestal belt men me, mijn app niet, want ze hebben geen tijd om dat te doen. Mm -hmm. Men belt me dan via Facebook of op mijn uh, mobiel 8546500. Mm -hmm. En dan uh, neem ik de, het bericht op en dan ga ik erop af. En hoe lang duurt het voor je er dan bent? Hangt er vanaf wat het adres is. Meestal probeer ik de mensen te zeggen, probeer zo kalm te zijn, wat niet altijd lukt. <laughs> en ook van, ik geef ze direct de tijd, het tijdbestek wat ik daar moet zijn. Want ik probeer dat adres dan op te zoeken op Google Maps. Mm -hmm. En dan check ik van, oké, okay, zo lang gaat het duren. Omdat meestal, als je ze niet aangeeft wat de tijd is, dan proberen ze dan steeds te bellen van, ja, hoe, laat, hoe lang blijft het dat die nog komt? Of, um... Ik ben die mensen. Ik ben... Eigenlijk zou je nooit neerleggen. Je zou gewoon zo aan de telefoon blijven dat je er was. Dus vandaar dat ik dan de mensen ook vaak zeg van... Misschien is het moeilijk, maar probeer het in het, in het, in het zicht te hebben. Van, om te kijken waar het gaat. Het niet zo leuk als ik daar kom, maar dat ik alleen dus leuk weg... Voor jou. Ja, leuk voor mij. Niet leuk voor hen. Als ik daar aankom en ik ga alleen weg. Is dat ook voorgekomen? Ja, vaak. Dat men belt van, ja ik heb een slang, voorbeeld in mijn vliering, Maar ik ga, ik ga weer weg zonder een slang. Dat is dan een probleem. Ja, maar waar nu is alle. de vraag, waar is die slang? Wij zouden allemaal met jou weggaan. En dan, <laughs> wanneer, wanneer, zo ver we zijn teruggekomen. Dat is we, we ik vaak, zoeken. dat, dat mensen zeggen van, ja dan ga ik verhuizen, maar... De waar, laat ga je verhuizen. Intens, intens. Nou, ik, ik bewonder je hoe je zo kalm hier kan zitten met deze beesten. Maar ook gewoon dat je, uh, die, ik heb een aantal filmpjes al hebben gekeken, dat je deze dieren zo veilig mogelijk terugbrengt naar Precies. hun uh, habitat waar ze gewoon vrij ja, kunnen leven. Ja. Want mensen zoals ik vinden dat ze doodgemaakt moeten worden terwijl ze eigenlijk mm, gewoon yeah. uh, terug moeten waar ze yeah. gewoon veilig klap. zijn. So, ik Want ze denk, komen vandaan dus. Zet ja, ik zo weer. zie je. Ze komen vandaan. Ze dat. komen van het bos, dus breng ze Dus hoe, hoe zijn ze bij in de vliering beland? Meestal komen ze, wanneer ze in mensen hun huis komen, dan hebben die mensen vaak, of hebben ze last van muizen of ratten. <laughs> dus eigenlijk komt dat bij op een beetje een probleem, <laughs> <maar> oké. <okay. laughs> hebben ze soms muizen of ratten, of mensen die kippen kweken, hebben vaak last van slangen. En ook de omgeving waar je bent, maar mensen die kippen kweken, hebben ook vaak last van slangen. Vooral wirkslangen. Goed. Is dat niet zo'n geluid gemaakt? Nee, dat maakt geen geluid. Maakt, ja, sorry, nee. Er maakt wel een geluid als het agressief is. Wat Dan maakt is het een blaas geluid. Hoe, hoe gaat dat? Wat is dat geluid? Ik heb toevallig een video ervan. Nee, maar je gaat... kan het niet nadoen? Dat blaast het echt zwaar uit. Eigenlijk is het een soort defensive mechanism van ik blijf weg van me. Ja. Ze, hebben, ze hebben verschillende. Het poepen is ook een van zijn dingen. Stink. Maar ja. Ja, ja, dat is één e van En het beter, maar deze, als zo'n slanger beet, is het gewoon van Blijf weg van me af ik zoek me weg wel. Ja. ja Aan ja. de andere kant. Yes. ik ga straks die staart aanraken. Okay. Maar ik wil je enorm bedanken voor het komen dat je hier um, dit met ons wilde delen. Oh, ja. En het werk dat je doet. En samen met alle andere instanties, dit ook dit werk ja. doen voor ons. En ervoor zorgen dat deze beesten niet zomaar dood worden gemaakt, Precies. veilig worden gebracht, waar ze gewoon hun eigen dingen rustig kunnen doen, waar mensen hun niet lastig vallen. Want als we goed erover nadenken, zouden deze beesten komen verstoren in hun omgeving. Ja. En uh, dat jullie ze terugbrengen, dat ja. ze gewoon veilig kunnen zijn. En ook ons blijven leren van hoe je zou moeten handelen, just in Precies. case, als dit gebeurt. En dat er ook gewoon wel degelijk mensen zijn die dit gewoon goed voor ons Normale mensen kunnen doen, ...I really applaud you for that. So keep thank doing you. what you're doing. Yes, thank you. And thank you for being here today. mijn was gewoon nog aan je Yes, lama, laat me, 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 laat Oké. Ook bedankt voor het kijken. Vandaag was Lorenzo Verwee bij ons in de studio en hij is uh, eigenaar en oprichter van LV Pest Control. Hij is gespecialiseerd om je te helpen als je last hebt van alle kruipende, vliegende insecten en ongedierte. Maar verder is hij ook gespecialiseerd in het veilig verwijderen van reptielen. Yes. Die op je erf of ergens waar je je zou kunnen begeven zijn terecht gekomen en je het zelf niet kan doen. So, no. Hij zorgt ervoor dat ze dus worden weggehaald en veilig terug worden gebracht naar een. Hun leefomgeving waar wij als mensen geen last van zijn, En zij ook gewoon veilig en gewoon rustig hun eigen ding kunnen doen. Dus heb jij last van een slang? Of heb je iets gezien waarvan je denkt van... Hé, hey, ik heb de hulp nodig van LV pestcontrole. Ga gelijk naar hun Facebookpagina. Daar is het nummer. Je hoeft niet te appen, want je bent in paniek wanneer het gebeurt. Bel gewoon. Ja. Hij gaat kijken waar je woont. En hij gaat je zeggen hoe lang het duurt voor hij komt. Het enige wat jij moet doen is letten op waar dat beest is. Want Precies. als het weg is, dan heb jij een ander probleem. Maar we gaan het niet zo ver laten komen, want 11 control is er. En yep. remember, your time plus my time is Q time. En nu gaan we, gaan we wormy, wormy aanraken. Yep. So, niet, de, je moet zo hoofd wel vast yeah, houden. hè? Yeah. Het yeah. okay. is bijna hetzelfde. Ja. Yeah. Als ik het aanraak, wat gaat hij doen? Niets, niets. Gewoon ik hij het ik bewegen, want hij Nee, niet naar jou. Nee, niet naar jou. Nee, niet naar jou. Ah! Hallo, En dit is denk ik een mannetje. Ja, waarom ik zeg denk ik? Omdat het niet zo groot wordt. Mannetjes worden niet zo groot als weefjes. Alle grote slangen wat ik heb gevangen, of wat men als op video heeft gezien, zijn meestal weefjes. Heel zacht.